Goedemorgen beste Pimkijkers. We zijn hier op een stralende zaterdagochtend zijn we aanwezig bij de opening van Museum Het Speeltoren. En het is vandaag een bijzondere opening. Het is de zon die vandaag schijnt en dat heeft een reden. Vandaag zijn er voor het eerst zonnepanelen op het dak van het museum. Ze zijn al eventjes, maar ze worden vandaag eigenlijk geopend. En het is mogelijk gemaakt door Stichting Duurzaam Waterland. Vandaar dat het museum ook deze dag gebruikt om die stichting even goed in het zonnetje te zetten. We gaan even praten met Frans Fontaine, de voorzitter van het museum. Meneer Fontaine, een prachtige dag vandaag. Een mooie dag om de zonnepanelen officieel in gebruik te nemen. Het lijkt mij een perfecte dag, maar ja, wij weten de dingen te regelen. Nee, want dit is buitengewoon natuurlijk. Ja, en dat is de reden waarom we vandaag hier zijn. We gaan het officiële museumseizoen openen. Dat betekent dat we weer elke dag open zijn, behalve de maandagen. En we hebben eigenlijk dankzij de Stichting Duurzaam Waterland al onze halogeenverlichting recentelijk door LED-verlichting kunnen vervangen. En met een hele belangrijke bijdrage van hun ook nog zonnepanelen op het dak kunnen zetten. Dus ja, heel eerlijk, het mag wel gezegd worden, we hebben bijna 7000 euro subsidie van de Stichting Duurzaam Waterland gekregen. En wij vonden dat wel een reden om samen met hun dat nieuwe jaar en daarmee een nog veel langere duurzame toekomst te vieren vandaag. Nou, dat is hartstikke goed en het is heel goed om hun in het zonnetje te zetten. We gaan zometeen ook zeker even met hun praten, wat ze ook betekenen voor het gemeente Waterland. Wat wordt het programma vanochtend? Als het goed is, komt de fanfare. Dat roep ik al jaren, dat ik wil de harmonie bij een opening. En dan roept iedereen, dat gaan we niet doen. Maar vandaag krijg ik de harmonie. Ze zijn er nog niet, ze lopen wat achter. We krijgen de harmonie. Wijnand Oussoor van de Stichting Duurzaam Waterland houdt de toespraak. Vincent heeft er een van zijn onvergetelijke, waarschijnlijke gelegenheidsliederen. En we gaan de panelen, we gaan laten zien hoeveel stroom er uit die panelen komt door de mobiele kar van Stichting Duurzaam Waterland. Die ze ook gaan inzetten op de ijsbanen. Die gaan we in werking zetten. Ja, ja. Dus dat soort dingen gaan we doen. Een taartje eten, een glaasje drinken en gezellig. Dus de mensen, ja, het is helaas niet live natuurlijk, dus ik kan de mensen niet oproepen om te komen. Maar het is al gezellig druk. Maar dan is de taart dus op. Ja, dan is de taart inderdaad op. Ja. Nee, het is gezellig druk en het is een prachtig begin weer van een museumseizoen. We zijn heel tevreden over de afgelopen maanden, helemaal van Elter en zo. Maar het is weer heel leuk om een vol jaar in te gaan. Dus we hebben er zin in. Hebben jullie nog speciale thema's deze zomer? We hebben nu die prachtige tentoonstelling van Vaan Olgers. Dat zijn houten sculpturen, structuren. Heel ingewikkeld, complex in elkaar. Hij noemt het zelf constructies. Het is echt waanzinnig. Hij noemt het zelf niet eens kunst. Maar ja, dat moet je echt zien. Dat is uniek. En daarna komt er een grote tentoonstelling rond het thema rood. Dat gaan we in ieder geval doen. Dat zijn eigenlijk tot en met de zomer. En daarna Leuk. Zou het even de mensen van de kunstzaal moeten vragen wat de volgende kunsttentoonstelling is. Die weet ik niet uit mijn hoofd. En voor de bezoekers, nog even kort, wat zijn de openingstijden? We zijn dus van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 geopend. Maar voor schoolgroepen en bijzondere groepen en grotere groepen gaan we eigenlijk bijna altijd open. Ook buiten, vooral schoolgroepen, die komen vaak om 9 uur. Dus dan zijn we ook open. Dus we zijn heel soepel. En het is nog even goed om te benadrukken dat het hele museum draait op vrijwilligers. Ja, goed dat ik het vraag. Volledig. Niemand van ons wordt betaald. We doen het allemaal met vrijwilligers en die zijn zeer gemotiveerd. En we hebben heel veel complimenten gehad. Het gastenboek staat vol. En dat ANWB-onderzoek, dat stond ook. We kregen daar een 8,5 van de ANWB voor. En dat was voornamelijk te danken aan buitengewone gastvrije ontvangst. Ja, weet je, iedereen doet het vrijwillig, dus iedereen is ook betrokken. Je kunt niet gaan zitten chagrijnig dat je slecht betaald wordt, want je krijgt helemaal niks. Dus je moet wel gemotiveerd zijn. Intrinsiek gemotiveerd noemen ze dat. Absoluut, absoluut. Nou, met die wijze woorden, meneer Fontaine, gaan we zo meteen de opening verrichten. En we hopen dat de fanfare zo meteen langs gaat komen. Dan gaan wij nog even naar de heer Oussoor toe. Doe dat. Dankjewel. Hey, dankjewel. Dag hoor. Goed, terwijl we het Waterlands volkslied op de achtergrond hebben, wat zeer toepasselijk is, staan we hier met de heer Wijnand Oussoren, voorzitter van Stichting Duurzaam Waterland, die het mogelijk heeft gemaakt om hier zonnepanelen op het dak te brengen. En niet alleen hier, eigenlijk overal in Monnikendam. Persoonlijke nood, ik heb ook een subsidie gekregen voor mijn zonnepanelen. Maar misschien kunt u iets vertellen over de achtergrond van uw bijdrage. Ja, wij zijn een stichting, wij krijgen het geld van de windmolens bij Marken.
We mogen het verdelen in Waterland, Edam en Volendam en geven de subsidie op zonnepanelen, op ledverlichting voor particulieren, maar ook voor organisaties zoals de Speeltoren. En dit is een heel mooi object en een groot object om te geven, dus het is voor iedereen. Ja, heel Waterland kan er zo van profiteren. We probeerden het net te zien, maar dat lukte niet. Ze liggen achter op het museum, hè? Dat klopt. Dit is een beschermd dorps- en stadsgezicht. Dus ze mogen niet zichtbaar zijn vanaf de weg. En hier was een mooie gelegenheid om ze toch uit het zicht te plaatsen. En een goede opbrengst te realiseren. Dus dat is heel mooi zo voor de Speeltoren. En in dat kaart terecht, hè, het mag niet in zicht zijn. Maar zijn er nog mogelijkheden om in de rest van de binnenstad die zonnepanelen te plaatsen? Als ze uit het zicht zijn vanaf de weg, dan mogen er zonnepanelen geplaatst worden. Maar ook de ontwikkeling gaat zo snel. In de toekomst zullen waarschijnlijk zonnepanelen gemaakt worden die zo dun zijn dat ze op dakpannen lijken. Maar dat is nog ver weg, maar dat zal in de toekomst wel gebeuren. En hebben jullie op dit moment veel aanvraag vanuit de bewoners van Waterland voor subsidies? We hebben heel veel subsidies aanvragen en de mensen zijn enthousiast, juist omdat het zo economisch haalbaar is. Het is ongeveer een 10% rendement dat je krijgt op je investering van een zonnepaneel. En wat moeten mensen doen om bij u een aanvraag te doen? Ze gaan naar de site van de Stichting Duurzaam Waterland en daar heb je een aanvraagformulier. En als ze zonnepanelen willen plaatsen, dan kunnen ze daar de aanvraag doen en dan krijgen ze dat binnen de periode als ze het geplaatst hebben. Dat is hartstikke mooi en tegelijkertijd horen we langzaam de geluiden van de fanfare naar ons toe komen. Jeroen, misschien kan je een shot maken van een fanfare die over de Middendam hierheen komt. Meneer Wijnand Tazoren, hartelijk dank voor uw input en we gaan even naar de muziek luisteren en zometeen naar Frans Fontaine. Dank u wel. Dank u wel. U staat een buitengewoon gelukkig mens, want ik ben Brabander. Ik zeg altijd maar, als je een feestje hebt, dan moet het harmonieke erbij halen. En onze PM riep altijd, nou, het kan ook wel eens wat anders. Jongens, ontzettend bedankt. Het is een wens die ik al jaren, ik wil het harmonie erbij als we wat te vieren hebben. Heb ik u keigoed gedaan. Dank u wel. En dan nu ter zake. Musea worden nogal eens gezien als een keurige bewaarplaats voor het verleden, vol met nostalgie. Maar zo'n wat achterhaalde visie. Maar zelfs als dat zo zou zijn, dan moet je toch af en toe wat vernieuwing brengen, anders wordt het wel saai en dood. Je hebt nog steeds wel nieuw verleden nodig. Ja, en nieuw verleden, hoe kom je daaraan? Door er vandaag voor te zorgen en te zorgen dat je een beetje toekomst hebt. Als er geen morgen meer is, zijn er ook geen gisteren dagen. Ga daar je brein nou maar eens op kraken. Het is dus van wezenlijk belang dat wij zorgen dat er naast vandaag ook nog een toekomst is. En het is om die reden dat we ontzettend blij zijn met de samenwerking met de Stichting Duurzaam Waterland. En dat is de reden waarom we deze opening samen met hun doen. We hebben dankzij de Stichting Duurzaam Waterland bijvoorbeeld onze museale halogeenverlichting bijna volledig door LED-verlichting kunnen vervangen.
Dat hebben zij betaald. Daarnaast hebben we, en dat ziet u niet, maar dat is er wel boven ons, op de daken grote zonnepanelen. En die ook voor een groot gedeelte door de Stichting Duurzaam Waterland betaald zijn. Het bedrag mag wel eens genoemd worden, want het is echt aanzienlijk. Ze hebben bijna 7000 euro bijgedragen om dit museum wat duurzamer te maken. Daar mag best een applausje vooraf. Dus boerkuil. En in die wetenschap willen we vandaag ook samen met hun deze dag vieren als opening van een goed jaar voor hun, een goed museaal jaar voor ons. En vooral voor vandaag heel erg veel duurzame toekomst. Dank jullie wel. En zijn natuurlijk de gelegenheidsliederen van Vincent met zijn, en dan moet ik eventjes spieken, en Johan op de saxofoon. Even de gitaar. Ja. Er komt een gitaar en hij is niet elektrisch, hij is duurzaam. En de harmonie was ook heel duurzaam. Dat is een hele hobbel, komt er herrie van of niet? Bertien spreekt wijze woorden, let me. Speelt door in het duister, nee dat zien we liever niet. Er is maar één antwoord, let it be. Allemaal, let it be, let it be. Let it be.
dankjewel. Welkom allemaal. Ik ben Wijnand Ausoren, voorzitter van de Stichting Duurzaam Waterland. Wij mogen de winst die gemaakt wordt met van de coöperatieve windmolens bij Marken verdelen in Waterland, Edam en Volendam voor duurzame middelen. Zo geven wij subsidie op isolatie voor een maximum van €600 per woning. Geven we subsidie voor zonnepanelen voor een maximum van €400 per woning. En we gaan in de toekomst warmtepompen en aardwarmte subsidiëren. De gemeentes, scholen, buurthuizen, zwembaden, speeltuinen, sportcomplexen krijgen een groter bedrag voor zonnepanelen en ledverlichting. En musea's ledverlichting. En ook de speeltoren was erbij. Maar nu ook subsidie voor 17 zonnepanelen uit het zicht. Deze zonnepanelen en de ledverlichting besparen 35% van het elektriciteitsgebruik van de speeltoren. Ja. Ook de brede school in Monnikendam en Broek en Waterland willen we met een groot bedrag subsidiëren, zodat de daken geschikt gemaakt worden voor zonnepanelen en het gebouw aardwarmte en grondwarmte en warmtepompen gebruikt, zodat die gebouwen klaar zijn voor de toekomst. Niet alleen energie neutraal, maar dat ze energie producerende gebouwen worden. En natuurlijk ledverlichting. Dat is het eerste wat iedereen snel kan vervangen. Wij hebben hier een aanbieding. 1 ledlamp voor €5 die in de winkel €13 kost. Deze bol heeft u in 1 jaar terugverdiend. Wij geven subsidie voor mobiele ledverlichting op Marken en hier in Monnikendam de ijsvereniging Olympia. En deze staat hier opgesteld voor de opening van het museum. De zonnepanelen leveren de energie voor de mobiele ledverlichting voor Olympia. En als het licht gaat branden is de opening een feit. Dan gaan Wijnand en ik ons nu broederlijk elektrocuteren. Energie van boven, hè? Van de zonnepaneel, hè? Hij koopt eigen waar. En waar moet hij in? Voor de video. En voor de video. Ja, zijn we er klaar voor? Ja. Ja, oh. Yeah. Yeah. Oh. Ja! Dat zal niet meer zijn, ja. Schaatsen maar, jongens! Schaatsen, ja! Wat klimaat! Vincent Koersen, penningmeester van Stichting Duurzaam Waterland. Vincent, ik wil jou voor 2 dingen bedanken om te beginnen. Voor de prachtige muzieknet en voor jouw subsidie van mijn zonnepanelen. Hoe succesvol is het, Stichting? Nou ja, we zijn zelf echt verbaasd over hoeveel we bereikt hebben in zo'n korte tijd eigenlijk. Op een gegeven moment zijn we ook via de woningbouwvereniging met huurders aan de slag gegaan. Dat ook eens particulieren en huurders, dus zonnepanelen. En je ziet ze overal. Wij rijden nu dus als bestuur van Duurzaam Waterland door Waterland heen. En we zien overal, ja, elke woning vraagt zo'n beetje subsidie bij ons aan. Dus ik verwerk het allemaal als penningmeester. Het is echt, ja, we zitten tegen de 200 subsidies die we verleend aan hebben. Dus dat is echt spectaculair. Maar loop je geen risico dat je het eronder gaat aan je eigen succes en dat er straks geen subsidie meer is? Nou, op zich gaat het wat dat betreft, waren we ook bang voor, maar dat gaat op zich heel erg goed. Het blijft allemaal net haalbaar, zullen we zeggen, voor ons. En wij hebben, omdat we jaar na jaar opbrengst hebben van die windturbines, hebben wij ook jaar na jaar weer een nieuw budget. En daar redden we het steeds op. Het wordt wel, ja, god, we worden bekender. Er zijn steeds meer organisaties die ons weten te vinden, dus de porties worden wat kleiner. In het begin hebben we wat volledig gesubsidieerde projecten gedaan. En we doen nu steeds vaker gedeeltelijk subsidiëren. Omdat, ja, ook een dorpshuis heeft natuurlijk normaal gesproken een stroomrekening. Nou, dat bedrag moeten ze kunnen missen. En dan leggen wij de rest bij. Ja. En hoe draaien jouw zonnepanelen nu? Ja, dat is mijn grote probleem. Ik ga aanstaande maandag in overleg met mensen van de jachthaven hier. Want ik woon dus in de oude stad hier. Ik kan ze niet kwijt. Ik heb wel een dak, alleen er is geen zon op. En ja, het is ook beschermd stadsgezicht, dus als je ze al kwijt kan, zijn het maar een paar. En ik ben al bezig dus om te gaan zoeken naar een zonnepanelencoöperatie in Monnikendam. Zodat je bijvoorbeeld in de jachthaven 500 zonnepanelen neerlegt, of 200. En dat alle burgers van de binnenstad kunnen daar hun panelen, zullen we zeggen, op dat dak neerleggen. Briljant idee. En dat lost eigenlijk het laatste probleem op wat we hebben, namelijk op Marken is het ook aan de gang. Mensen die op de oude werfjes wonen, die mogen geen zonnepanelen. Maar ja, ook daar zijn we bezig met een boerenschuur. Als je daar dan veel zonnepanelen op ligt en iedereen kan erin deelnemen, dan kan iedereen winst behalen van de zon, zullen we zeggen. En heb je daarbij nog steun nodig van de gemeente?
Nou ja, wat je daarvoor nodig hebt is dat de medewerking natuurlijk verleend wordt. Alleen we zitten qua zonnepanelen in een heel goed klimaat. Heel mooi ook hier in de gemeente Waterland. Dus echt politiek gezien is er echt enorm draagvlak voor zonne-energie. Dus daar verwacht ik geen problemen mee. Nou, zeker niet mogelijk misschien met de linkse coalitie, maar dat gaan we zien. Dan krijg je extra aandacht. Dat is weer een ander verhaal natuurlijk, dat weet je nooit. Maar ik denk ook als er een andere coalitie zou komen, ook, dan zou het altijd goed komen. En de andere grote ding waar ik op zit te azen, dat is op Sporthal Het Spil. Dat is een gigantisch dakoppervlak. En die sporthal wordt gerenoveerd binnen 2 jaar tijd. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als je dat dak nou klaarmaakt om helemaal vol met zonnepanelen te leggen. Zodat echt vanuit heel Monnikendam mensen erin kunnen participeren. En wat heb je daarvoor nodig? Nou ja, het is vooral in het begin, dat hebben we al met meer projecten gehad. Het gaat vooral heel vaak over constructieberekeningen, toestemming van de eigenaar van het pand. Nou, dat is de gemeente in dit geval. Je moet de infrastructuur aanpassen, want er komt nogal wat stroom van zo'n dak af natuurlijk. Dus daar zit je ook weer, hangt er ook weer vanaf hoeveel je gaat produceren of er wat voor aanpassingen nog moeten worden gedaan. Dus maar ja, dat zijn allemaal onderzoeken wat we gaan doen. Maar dat zijn leuke plannen. Nou, dat klinkt hartstikke goed, Vincent Koersen. Dank voor jouw bijdrage als penningmeester voor de stichting. Als ik allemaal bij jou terecht voor geld, jij maakt het dan over. Dank voor het mooie optreden hier. En we gaan even genieten van een drankje en hapje. Dankjewel. Dankjewel, man. Onder het afscheidslied van Vincent Koersen, de lange kronkelweg, gaan wij ook weer weg. Maar we nemen nog eventjes de gelegenheid te baat om aan te geven dat Omroep Pim hier als apparatuur heeft staan. En nu ook een groene omroep is geworden. Want ook wij profiteren van de zonnepanelen. En we ook kunnen zuiniger en beter de energie gebruiken. Dat is een fantastisch moment. En we gaan genieten van de zon vandaag. En het was hier een mooie bijeenkomst. En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. Winternacht bracht ik in de hemel door. Veilig binnen de stolp. Boerde de camping door. Het bootje op de leek. Het fluistert in mijn oor. Vaak kom ik er op de thee. En vaak kom ik voor hout. En soms sta ik op een boerenerf. Dan zit ik er dus fout. En dan stuur je me terug naar de lange kronkelweg. Een vliegtuig stortte neer, heel lang, lang, lang geleden. Je rijdt geen meter recht, je laat elkaar erdoor. Naar de lange kronkelweg. Ik zie geen monnik meer in buurtschap overleek. Je rijdt er echt geen meter recht, maar laat elkaar erdoor.